D'accord. Help me even. Waar is de stad? Daar! We hebben de voorkeur gegeven aan een maquette met verwijzingen naar hedendaagse foto's. Je moet verschillende oefeningen doen aan de hand van oude documenten. Maar vooral ook door het huidige stadsklimaat te interpreteren. Men werkt dus rond een perceelsgewijs plan. En door dit te interpreteren in het kadasterplan of de stedelijke ruimte, vraagt men hen om de stadsstructuur uit een bepaalde periode van de stadsgeschiedenis te begrijpen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de stad voor de komst van Lodewijk XIV en erna. Wat we met die oefening willen bereiken, is dat ze onthouden dat de vestingwerken dikker worden, waardoor men de belegeraar terugdrijft. Men brengt het landschap onder de aandacht. Met andere woorden, de hoogte van de poort van Parijs, aangeduid met een pijltje, is daar. De hoogte van de poort van Gent is langs daar. En zo moet je uiteindelijk de Vallée-kom vinden. We gaan de schuif openen en zien wat er gebeurt. We gaan echt ervaren wat er gebeurt. Ah, het is hol. Het verspreidt zich. Waaraan doet je dat denken dan? Aan vijvers? Wat is de best verdedigde plaats? De citadel. Het water is hier. We kunnen de citadel hier niet plaatsen, maar daar is geen water. Vauban heeft dus de beste plaats gekozen om de citadel te vestigen. Hij is echt goed, die Vauban. Het uitgangspunt was eigenlijk de kennis van de vestingwerken, die ik opgebouwd had als nieuwsgierige volwassene en professor geschiedenis. Wanneer ik de geschiedenisboeken zie die bestemd zijn voor bepaalde klassen, bijvoorbeeld de vierde of de tweede, dan denk ik dat het aangewezen zou zijn om plaatselijke middelen te gebruiken om aan te tonen, om duidelijk te maken wat zelfs in die boeken abstract en theoretisch blijft. Als ik dat zo mag stellen. Ce qui, quand même, dans les livres, reste abstrait et reste théorique, si je puis dire. De là, van daaruit is de gedachte ontstaan om diorama's en maquettes te maken en de kinderen zo zaken bij te brengen in drie dimensies en niet louter vanuit een intellectueel standpunt. Et non pas du point de vue strictement intellectuel. Deze basisgedachte werd opgeluisterd door een geschiedenisclub op te richten in het onderwijsmilieu, waar men maquettes ging vervaardigen met vrijwillige leerlingen. Vanuit dat opzicht leek het me interessant om een soort tentoonstelling op touw te zetten over de evolutie van de vestingwerken, maar dan voor een niet gespecialiseerd publiek. Bovendien zou deze tentoonstelling tonen hoe een kleine stad een voorbeeld kan zijn van continu veranderen en aanpassen. Hoewel iets in eerste instantie gemineraliseerd en versteend lijkt, is het in feite doorheen de eeuwen voortdurend aan het evolueren. En die in feite ne cesse pas de changer au cours des siècles. Men wil bestaande elementen interpreteren die ofwel het resultaat zijn van wetenschappelijk onderzoek, of die we iedere dag in de stad zien. Het gaat om zaken die op een bepaald vlak gekend zijn en die men echt wil interpreteren. Dat wil zeggen, deze vertalen voor het grote publiek en dit op een aangename, zeer praktische en ook zeer visuele manier. Très pratique, de manière très visuelle aussi. Utiliser un maximum. Men moet dus zoveel mogelijk media aanwenden, namelijk maquettes en digitale reconstructies, via zeer ludieke methodes, zowel voor volwassenen als voor kinderen.
zowel digitale animaties als meer tastbare spelletjes. Zaken die we kunnen hanteren om ons onder te dompelen in deze geschiedenis en haar beter te begrijpen. Bovendien beschikt men in Brussel over een zeer rijke iconografische documentatie. Aussi à Bruxelles une très riche documentation iconographique. Le plan, het plan wordt gebruikt omdat het een waardevolle bron van informatie is. Maar het zal steeds aangevuld worden met afbeeldingen in drie dimensies, luchtfoto's enzovoort. Deze zijn immers vaak duidelijker dan een plan dat men steeds in verband zal brengen met andere media. In het kader van het Septentrion-project heeft men in Brussel twee interpretatietrajecten aangelegd, waarvan er één de boulevard zal aandoen. Het is onze taak om deze wandeling aan te bieden, die op papier zal worden voorgesteld. Men laat de mensen vrij, men verspreidt de papieren, men deelt de gratis brochures uit. En via deze twee wandelingen willen we de mensen naar de Hallepoort lokken. De Hallepoort spoort anderzijds ook veel mensen aan om deze wandeling te maken. Het idee bestaat eruit om een bezoekje te regelen waarbij men de kennis en toe-eigening aan elkaar reikt van een tentoonstelling, zonder dat het louter een tentoonstelling is. Men moet zich leren oriënteren in de stedelijke ruimte en de scenografie wijst ons op een aantal zaken, hoe men een document leest en iets meer thematische kennis. Het is in feite een gids die hen zal bevrijden. Het tweede deel is vervolgens veel speelser, waarbij het kind zelfstandig optreedt en als het ware meespeelt in zijn bezoek. Welke van deze woorden kunnen we associëren met deze gilden? Plamuren, troffel, breeksteen, elevatie, winkelhaak? Ah, plamuren. Men wil het werk vooral vergelijken met de activiteit integreren in het hartje van de tentoonstelling. Het spelen met heden en verleden is zeer belangrijk. Het gaat om diegene die de documentatie gaat lezen. We zijn daar niet bij. Ze moeten erin slagen om al spelend kennis te verwerven. Men wil vooral bekomen dat ze niet statisch blijven. Dan kunnen ze na het bezoek weer vertrekken, dat is duidelijk. En zitten ze misschien vol kennis, maar die kennis is niet helemaal correct. Zelfs indien we proberen om een schema te volgen, zijn ze toch niet altijd aandachtig aan het luisteren. Hier, op basis van het spelletje, heeft het ook een beetje te maken met toeval. Ze werken in groepjes, moeten antwoorden vinden en deze formuleren. Op die manier kunnen we de fouten bijstellen. Dat gebeurt stilzwijgend, rustig. Het is ook niet meteen duidelijk en wanneer ze dan met hun vragen afkomen, bemerken we dat er nog altijd een aantal onduidelijkheden zijn. Het geïllustreerde weekblad van de regio du Nord, dat is goed. Beide zijn gevalideerd. Het is inderdaad zo dat we de beweging veroorzaken. Wat leuk is, en ik permitteer me de metafoor tussen een belegeringsoorlog, zeer statisch, en een veldslag die zeer bewegelijk is. Daar heeft men het beleg overleefd. Evenals de aanval, men bevindt zich een beetje tussen beiden.